De vorige keer bij het pakjeshuis van Gulpen Witten. Oh, kijk nou toch eens wat een prachtig bericht we nu weer binnenkrijgen. We hebben heel veel mooie tekeningen gekregen, Sinterklaas. En mails en dansvideo's. Nou prachtig, Sinterklaas. Moeten we ergens gaan bekijken. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. We hebben heel veel mooie tekeningen gekregen en veel mails, Sinterklaas. Ja. Ja, inderdaad. En heel veel kinderen vragen dan weer om die tekeningen in een brievenbus van iemand anders te doen. Zodat ze ook laten weten dat ze aan hun denken. Maar wat een mooi gebaar. Niet waar? Spring maar op. Goedemorgen. Wat fijn, burgemeester, dat u zo vroeg met mij nog kunt ontbijten. Want morgen moet ik weer naar Spanje. Ja, jammer hè. Maar ik ben wel blij dat ik hier ben en samen met u kan ontbijten. Morgenstond heeft goud in de mond, Sinterklaas. En een goed ontbijt, dat hoort erbij. Zeker na alle gesnoep van de kinderen, misschien van afgelopen dagen. Maar vanaf vandaag is dit weer het ontbijt voor iedereen met lekkere kaas. Augurkjes, komkommers, tomaatjes, blauwe bessen, jus d'orange, kwark, eitje. Dit is toch wat een ontbijt eigenlijk zou moeten zijn voor iedereen. Dat is onze Limburgse gastvrijheid, Sinterklaas. Wij leggen onze gasten graag in de watten. En het ontbijt, dat is natuurlijk de belangrijkste maaltijd van de dag. Zeker, zeker. Hier word je echt gezond van. In Spanje eet ik ook. Ja, kijk, die tomaatjes. Ja. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen die we in Spanje ook hebben. Die zijn heerlijk. Maar allemaal die dingen, die zijn heel erg gezond om te eten. En ik hoop dat de kinderen dat hier ook allemaal eten zoals wij dat hier nu voor ons hebben staan. Ja, dat hoop ik ook. Want ontbijten, samen met bewegen, dat zijn wel de belangrijkste dingen die we door moeten geven, Sinterklaas. En u heeft natuurlijk ook die filmpjes gezien van de kinderen. Zeker. Op Hallo Heuveland. Ja. Al die mooie dansjes. Daar blijkt wel uit dat ook in Gulpen Witten men heel erg aan het bewegen is. Ja. Sinterklaas, ik kijk altijd met heel veel plezier terug naar deze tijd. En wat was het ook weer dit jaar mooi om u hier te mogen ontvangen. En dit jaar met al die tekeningen die de kinderen hebben gemaakt voor mensen die misschien een beetje eenzaam zijn. Ja. Dat was een hele mooie actie. Ja. En dat blijkt me uit hoe belangrijk het is om aandacht voor elkaar te hebben. Ja. Vind ik ook een heel belangrijk, precies wat je zegt, aandachtspunt. Dat de kinderen daar ook het hart voor open hebben staan om eenzame mensen in deze gemeente te helpen met een mooie tekening. Ja. En dat vind ik ook geweldig dat u daarmee het initiatief in hebt genomen om dat te verzorgen. Vind ik geweldig. Goed. Nou, zullen we dan nu lekker een hapje eten? Ja. Mag ik u misschien iets te drinken aanbieden? Lekker. Lekkere chocomel. Dat past nog helemaal binnen de Sinterklaasfeer om nu nog een glaasje chocomel deze ochtend te drinken. Ik hou het even bij jus d'orange, dan ben ik alvast van wat we in Spanje ook heel vaak drinken. Op uw gezondheid, Sinterklaas. Gezondheid. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Vond je dit ook leuk? Like deze video en schrijf je in op Hallo Heuveland.